Achterhoekse dwarsdenkers en frisdoeners. Een zoektocht naar nieuwe ideeën, lef en uitdagingen in de regio. De makers Martin Stor en Tanja Abbas zijn twee Achterhoekers met uiteenlopende achtergronden. Ze kijken ieder door een andere bril naar vooruitstrevende ideeën in de regio. Maar wat zij delen is hun nieuwsgierigheid. Elke twee weken gaan zij op zoek naar dwarsdenkers en frisdoeners onderweg in de regio. Vandaag gaan Tanja en ik op bezoek bij Toon Lepoutre, een van de mensen achter het NABE-krediet. Een kredietvorm voor en door ondernemers. Nou, Toon, we zitten bij jou aan tafel. Praten over het NABE-krediet, want jij bent voorzitter van het NABE-krediet. En het klinkt natuurlijk als, ja, voor mij als medeschrijfster van het moderne NABE-schapboek, als muziek in de oren, NABE-krediet. Maar wat is dat? Kun je dat uitleggen? Wat is NABE-krediet? NABE-krediet is een initiatief van een aantal mensen die bewogen zijn met het bedrijfsleven in de Achterhoek. Wij hebben daarvoor een coöperatie opgericht die zich ten doel stelt om geld te vergaren bij mensen die her en der wat over hebben. En aan de andere kant zoeken wij er bedrijven bij die bij de bank nul op het request krijgen. Het hoofddoel van NABE-krediet is het creëren van werkgelegenheid. En dat doe je door geld weg te zetten in bedrijven die sterke groei voor ogen hebben. Dus er moet een prima strategie liggen om groei te verwezenlijken. Maar dat kan dus ook bij wat kleinere MKB-bedrijven? Ja, zeker. Okay. Natuurlijk. Ja. Nou, sterker nog, grote MKB-bedrijven, en dan heb ik het over bedrijven zeg maar boven de 50 of boven de 100 mensen, ja. Zullen in de regel geen grote behoefte hebben aan kredieten van 2,5 en 3 ton. En dat is toch wel de scope die wij voor ogen hebben. Wij kunnen geen kredieten verstrekken van 6, 7, 8 of zelfs een miljoen euro. Nee, maar dat begrijp ik. Maar dat is ook de taak voor de banken. Ja, precies. Okay. Waar wij het van moeten hebben en waar euro's echt gemaakt worden, is in de maakindustrie. Letterlijk. Nou, die sector is gelukkig heel erg goed vertegenwoordigd in de Achterhoek. En wij vinden dat we met name moeten inzetten op maakindustrie. En daarin het verstrekken van kredieten die door de bank worden afgewezen. Dus begrijp ik het goed dat het NABE-krediet wel heel specifiek voor een bepaalde sector is in dit gebied? Want stel je voor, ik ben een ondernemer, maar ik zit toevallig niet in de maakindustrie. Maar ik heb wel een waanzinnig mooi bedrijf en een goed plan en ik heb net die ton nodig. Ja. Maar betekent dat ik dan helemaal niet bij jullie hoef aan te kloppen? Nee, dat is wel zo. Dat is wel zo. Jawel. Oké. Okay. Ja. Ik ben een van de initiatiefnemers van dat NABE-krediet waar we het over gaan hebben. Ja. Maar, dus ook meerdere mensen. Maar waar begint dat? Begint dat hier aan zo'n tafel? Of begint dat vanuit de verontwaardiging, boosheid, frustratie? Waar begint het? Nou ja, het begin was eigenlijk, ik ben secretaris van een sociëteit hier. Ja. En wij, het doel van die sociëteit is het in kaart brengen van de sociaal-economische toekomst van de Achterhoek. En met name Winterswijk. En daar nodigen wij mensen uit die iets te vertellen hebben over werkgelegenheid, bijvoorbeeld Henk Korte van het UWV. Ja, ken ik. Ja. Of Tineke Zomer die iets weet over de zorg nu in Winterswijk en in de toekomst. En grensoverschrijdende samenwerking in de zorg en zo. En ook was een van de sprekers, Roland Lampen, die opgericht had een Kredietunie Nederland. Die kwam spreken en er zaten in de zaal een man of 40. En naderhand bleven er een man of 10 hangen. Ja. En van die 10 zijn er een paar overgebleven die de impuls gepakt hebben om te kijken of wij in de Achterhoek, en dan met name in Winterswijk op dat moment, een kredietunie zouden kunnen oprichten. Gewoon ter plekke geïnspireerd door die Ronald Lampen. Ter plekke gedaan. Ja. Het wetend dat werkeloosheid toeneemt, dat bedrijven dichtgaan. En dat zijn er zo'n 100 per jaar hier. We zijn nu 5 jaar in de crisis, dus je mag ervan uitgaan dat er 500-600 bedrijven dicht zijn. En dat er per jaar een werkeloosheid bijkomt van tegen de 2000 man. Ja. Op een bestand van 132.000 aan werkgelegenheid. Ja, dat is gigantisch. Dus ik zie nu ook die verontwaardiging eigenlijk bij. Dus goed dat ook gebeurt. Het is niet de bedoeling om dat onder stoelen of banken te steken. Ja. Nee. Nou, dan denk ik dat er mensen moeten zijn die dat niet alleen aanhoren, maar ook dan de mouwen opstropen en er wat aan gaan doen. En toen werd het tijd om even de benen te strekken.
Nou, lopen we gewoon even die kant op, gewoon dat pad af. Daar naar links, is dat een goed plan? Ja, heb je een... Je kunt hier lopen zo ver als je wilt. Het voelt nou trouwens een beetje als De Wandeling. Ken je dat programma? Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, mooi programma is dat. Waarin je binnenste buiten gekeerd wordt. Ja, maar we gaan nu het Norbekrediet binnenste buiten keren. Niet jij, niet jou, want jij bent gewoon de spokesman van het Norbekrediet nu. Ja, zo heet dat ook. Wanneer is het nou eigenlijk, dus even in het tijdspad, hè? Want volgens mij is het vrij snel gegaan in die ontwikkeling. Wanneer is dat... Nou, januari waren de eerste initiatieven, de eerste contouren. En vanaf dat moment tot nu hebben we er ongelooflijk veel tijd in gestoken. Met name een man of 4 in eerste instantie en nu langzamerhand met 7. En onze secretaresse Rietje. En zijn we daar waar we nu zijn. Ja, en dat betekent dat we de organisatie op de rit hebben. We hebben een coöperatie opgericht. Ja. Die voldoet aan de normen van AFM. Zodat we niet vallen onder de wet financieel toezicht. Ja. Buitengewoon belangrijk. Een gesloten kring. Iedereen is lid. En we lenen aan elkaar geld. En dan mag het. Dan heb je geen bankvergunning nodig. Ja, ja, want dat wilden jullie niet, hè? Nee, per dat wilden se, dat, niet. Want nee. Waarom wilden jullie dat niet? Even... Nou, omdat dat een traject is van jaren. Ja. Ja. En je moest snel doorpakken. We moeten nu schakelen. Ja. Nu is er momentum en niet over 3 jaar. Dat willen we niet. We willen nu aan de slag. Ja. Maar dat is ook typisch Achterhoeks. Dat is ook naberschap. Ja. Niet lang aarzelen en treuzelen en allerlei handicaps proberen te nemen. Niks ervan. We gaan eromheen en we zien wel. Nee, ik heb laatst ook, mocht ik een presentatie houden, heb ik ook gezegd van Achterhoekers die draaien het boek van Ben Tichelaar om. Ja. Die zeggen niet dromen durven doen, nee die zeggen doen durven zo ongeveer tegelijkertijd. Ja, precies. En dat dromen dat komt later wel. Ja, hè? Als het wat groter gaat worden dan kunnen we denken, oh ja. Ja, dus, maar jij herkent dat wel. Ja. Zeker. Ja. Dus om het risico te beperken en het succes te vergroten of in ieder geval te stimuleren. Koppelen wij een coach aan een krediet en dat noemen we smart money. En daar hebben zich heel veel mensen op aangemeld. Fantastisch. Evengoed als zich mensen aangemeld hebben om geld te geven. Ja. En dan was dat een mailtje en dan reden wij daar naartoe. En hadden een gesprek met degene die mail gestuurd had. En binnen het uur was het beklonken. En zei de andere kant van de tafel, nou, dan doe ik mee voor een ton. Dus op die manier hebben wij nu 2 miljoen bij elkaar. Dan begrijp ik nu ook goed, ik heb dat volgens mij in de krant gelezen, in de Stentor, dat nu ook de gemeenten hierin mee gaan participeren. 8 gemeenten, die zijn wakker geworden en die hebben gedacht, hebben jullie wakker geschud? Nee. Ik denk dat ze wel wakker waren. Oh. Maar ze hebben om die 60.000 euro te fourneren om de initiële kosten te dekken. Ja. Ja. Want we hebben natuurlijk 2 potten. De ene pot is die 2 miljoen die er nu is. Ja. Die moet 100% in kredieten. En aan de andere kant hebben we operationele kosten die ergens uitgedekt moeten worden. Nou, dat is ook bedelen her en der. Ja, tuurlijk. Nou, het ACT, Achterhoek Centrum voor Technologie, van de man die nu achteruit loopt voor ons. Ja, zullen we maar even stoppen even voor hem? Ik heb het idee dat hij dat best prettig vindt, hè Martin? Ja, heeft daar 10.000 euro. Kijk hem gewoon even naar dit mooie landschap. Heeft daar 10.000 euro ingestoken. En vervolgens 60.000 van de POO-wethouders. Dat zijn de 8 Achterhoekse samenwerkende gemeentes. En tot onze grote vreugde kreeg ik afgelopen donderdag bericht dat we van SEA de initiatiefprijs in ontvangst mogen nemen. Oh, dat is fantastisch. Ja. Ja. CEO. Van het CEO. Ja. Dit is natuurlijk zo anders. Wat vinden die banken ervan? Die traditionele wereld van de banken. Ik weet er geen snars van hoor. Ik kijk de prooi en zo en ik lees dat en ik denk, niet mijn wereld. Ja. Maar hoe reageren die? De gevestigde orde. Ja, de gevestigde orde vindt het op voorhand niks. Ja. Nee, want het is hun taak. Nou, het is hun taak. En feitelijk is het een brevet van onvermogen voor de banken. Ja. Laten we wel wezen. Ja. Als derde partijen zomaar uit het niet kunnen opstaan en geld bij elkaar krijgen en dat ook nog op een normale manier kunnen verstrekken, dan wil dat zeggen dat de banken daar wat laten liggen. Ik vind wel dat we ook voor de banken wat clementie moeten hebben in het oordeel. En dat is dat er een Basel III-verdrag getekend is
waarin staat dat banken moeten zorgen dat er meer solvabiliteit komt. Je vroeg me net naar wat is dan de looptijd? Ja. Wij dachten in eerste instantie, nou, dat zal over een jaar of 5, 6, 7 weer een keer afgelopen zijn. Dan is het allemaal genormaliseerd. En dan zijn we uit de recessie en dan pakken de banken hun normale activiteiten weer op. Maar schijnbaar is dat niet zo, want ik hoorde deze week een directeur van de Rabobank die ervan uitgaat dat bedrijven een eigen vermogen zouden moeten hebben van 50-60%. En als je dat er nog een keer ingooit, dan betekent dat dat ook op lange termijn banken de rol niet meer pakken die ze hadden. Ja. Nee. Nee. En blijft er dus altijd werk voor kredietunies. Ja. Normenkrediet. En dat betekent dat het waarschijnlijk eindeloos wordt. Ja, ik zit te denken, zullen we weer omkeren? Ja, dan kan Martin vooruit lopen. Ja. Loop je even achter ons aan, Martin. Toon, maar volgens mij, en dat heb ik gelezen in de kranten, mag ik jou feliciteren. Want heeft het Norbekrediet nu al het eerste krediet verleend? En kun je iets vertellen over wat voor een type bedrijf dat dan is? Want die mensen zijn natuurlijk dolblij, denk ik. Maar... Ja, inderdaad, we zijn heel erg blij met ons eerst verleende krediet. Dat is gegaan naar een bedrijf in Groenlo. Dat in eerste instantie zich beweegt in de installatietechniek. En nu samen met het Isala ziekenhuis het idee opgevat heeft om mobiele operatiekamers te gaan ontwikkelen. Alle ideeën zijn welkom, als ze maar voldoen aan een paar kleine criteria die wij hebben. En dat is, je moet in de Achterhoek zitten. Het moet werkgelegenheid opleveren in de Achterhoek. Het mag niet levende haven zijn, dus wij kunnen niet een boer die er 100 koeien bij wil kopen, omdat hij van zijn melkquotum af is, financieren. Dat is ons te ver van het bed, om het maar zo te noemen. Het mag ook geen verliesfinanciering zijn, wat niet wil zeggen dat we geen werkkapitaal kredieten willen verschaffen. En het mag bijvoorbeeld ook geen onroerend goed zijn, waarmee het geld vast komt te zitten, ja, in onroerend goed. Het moet levend geld zijn dat goed gebruikt wordt om het bedrijf tot grotere bloei te brengen en echt werkgelegenheid opbrengen. Dat is de bedoeling. Er zit een tweede kredietverstrekking er al aan te komen? Ja, die zit er aan te komen. Oh, jawel. We staan niet droog. Nee, gelukkig. Absoluut gelukkig. Niet. Nee. Nou, mag je daar dan mee feliciteren? Ja. Ook de hele Norbekredietgroep, hè? Dus je bent niet alleen, je bent de vertoorger. Nee, beslist niet. Dat wil ik nog wel even toevoegen trouwens. Ik ben dan wel iedere keer met mijn kop in beeld. Ja, dan moet maar je dat wil niet zeggen. Bent. Ja, precies. Ja. En dat betekent dat wat mij dat wel iets te veel is, eerlijk gezegd. Maar ik moet wel zeggen dat wij een bestuur hebben bestaande uit 7 mensen, die allemaal zo hun eigen professie hebben. En dat al die invalshoeken van ongelooflijk groot belang zijn voor het dekken van alle werkzaamheden en gedachten en uitwerkingen. Om überhaupt zoiets van de grond te krijgen. Hierna gingen Tanja en ik weer naar huis toe, maar niet nadat Sjaan nog eventjes op zoek gegaan was naar de plaatselijke muizen.